Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn voor een tenniswedstrijd. Voor iedereen geldt, en dat is ook gelijk mijn eerste tip, wees warm. Dus doe een goede warming-up, doe de juiste oefeningen die bij jou passen en ga eigenlijk zwetend de baan op. Tip 2 is op het mentale vlak. Voor de een is het belangrijk dat hij rust heeft. Dus dat hij een half uur voor de wedstrijd gewoon in zichzelf keert, in de kleedkamer zit, van de mensen weg. Maar vergis je niet, dat is niet voor iedereen even belangrijk. Want sommige mensen worden dan heel erg nerveus. Kijk naar jezelf, wat je lekker vindt en ga dus zonder je af. Of ga juist met de mensen om je heen nog even gezellig kletsen. Het hangt helemaal af van hoe je zelf in elkaar zit. Ik zelf word bijvoorbeeld heel erg nerveus als ik me afzonder, terwijl ik eigenlijk nooit nerveus de baan opstap. En dat doe ik dus om juist onder de mensen te zijn of bijvoorbeeld nog even een kaartspelletje te spelen of gewoon over andere dingen te praten dan tennis. Mijn derde tip is, ook al zonder je af of niet, ga niet bijvoorbeeld met je telefoon spelen of op je iPad. Je ogen zijn ontzettend belangrijk om een tenniswedstrijd te spelen. Je hebt ze nodig voor de snelheid, voor de reactie. Maar ook zijn je ogen heel snel afgeleid. En dat is natuurlijk bij tennis een van de belangrijke dingen, de concentratie. Dus zorg dat je juist ook misschien spelletjes speelt met een bal, gooien, kijken, voelen. En je hand-oogcoördinatie is ontzettend belangrijk. Dus ga daarmee aan de slag in plaats van op je telefoon zitten.